ben zo twee keer op surfvakantie geweest. En eigenlijk het enige wat ik daar, wat ik daar het meeste doe, is gewoon surfen. Als je wakker wordt, dan ga je eigenlijk eerst een beetje kijken of de condities een beetje goed zijn op die dag. En dan besluit of je het water in gaat of niet. Dan daarna natuurlijk even wat eten en anders val je om. En dan besluit of je toch nog terug gaat voor een tweede sessie of dat je de rest van de dag gaat chillen. Oké, wat zijn goede condities voor jullie? Voor mij zijn goede condities eigenlijk het liefst. Nou, in Nederland is dat lastig te zeggen, want in Nederland zijn de condities eigenlijk over het algemeen niet zo heel goed. Maar in het buitenland het liefst. Mm-hmm. Weinig wind, veel zon en dan hou je over clean golven en redelijke hoogte tussen de 1,5 en 2,5 meter. Dat is voor mij eigenlijk de perfecte conditie waar ik eigenlijk wel los op kan gaan. Oké, en je zegt je bent op twee surfkanties geweest, allebei in Frankrijk of niet? Eentje in Frankrijk, de andere in Spanje. En wat raad jij het meeste de mensen aan om naartoe te gaan? Ik kan, er zijn natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar heel goed gesurfd kan worden. Ja. Zoals in Indonesië, in Australië, in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, eigenlijk overal op de wereld. Eigenlijk is Nederland een van de slechtste landen om te surfen, helaas. Maar als ik mijn vakanties, ik ben in Zarautz geweest in Spanje en in Mimizan in Frankrijk. Ja. Het waren allebei twee topervaringen waar ik gewoon twee weken echt de tijd van mijn leven heb gehad. En als ik dan mensen zou moeten aanraden een van die twee plekken, dan zou ik toch kiezen voor Zarautz. Omdat daar over het algemeen de condities toch net wat beter zijn. Het uitgaansleven is wat gezelliger, het weer is net wat lekkerder. En ja, ik heb daar eigenlijk toch net iets meer genoten dan in Frankrijk. Ja. En dus dat zou ik de mensen aanraden. Hoe doe je het in de winter bijvoorbeeld? Want het is hier niet heel erg een surfland in Nederland. Nee, dat klopt. Maar dat zie je ook wel. Want in de winter, ik surf zelf hier wel in de winter. Maar als je hier in de zomer gaat surfen in Scheveningen, dan kan je zo, als je telt, zie je zo 150 tot 200 mensen in het water liggen. Mm-hmm. Op een kluitje. En dat is natuurlijk gewoon niet relaxed. Dat is veel te druk. En dat zijn dan ook veel zomersurfers. Er zijn heel veel mensen die gewoon in de winter niet opkomen dagen. En als je een goede dag met een mooie golf in de winter hebt, dan hou je daar gewoon, dan hou je er maximaal 25 over. En dat is toch gewoon een stukje relaxer surfen. Maar ik surf zelf ook zeker in de winter. Dus wel, het kan wel erg koud worden. Maar ja, dan pak je gewoon je winterpak. Dan trek je schoentjes, handschoentjes en een capje op. Dan lijkt je net een beetje een pinguïn. Maar ja, je moet er wat voor over hebben om sport te beoefenen die je erg leuk vindt.